Groots herenmode, een begrip in Beverwijk en omstreken. En dan nu 50 jaar Groots mode en Jelle. U bent dus 50 jaar bij deze zaak betrokken. Ja, ik ben al 50 jaar op de Alkmaarseweg aanwezig. Dus ik heb Nederland eigenlijk nooit gezien. Het was heen en weer van huis naar de zaak. En dat heb ik 50 jaar gedaan. En dat doe ik nog steeds. En dat bevalt me nog steeds enorm goed. Ja. En de naam Groots mode, waar komt die vandaan? Dat komt van Floor Groot, Jan Groot. En toen hebben we er Groots herenmode van gemaakt. Dus eigenlijk van Jan Groot en van daarvoor zijn vader Floor. En Floor die begon op de Baanstraat, had hij een kleermakerij. En daarna zijn ze naar de Aardesweg, hebben ze ongeveer 10 jaar gezeten, 12 jaar. En toen is Jan Bleker de Groot, van Bleker de Groot, die wilde uitbreiden. En die heeft toen Jan Groot eigenlijk uitgekocht. En die heeft mede gefinancierd dat hij op de Alkmaarseweg kon beginnen. Dat was een begintijd, een leuke tijd, een gezellige tijd. Ja, dat is allemaal leuk begonnen. Toen ben ik begonnen, maar na 2 maanden, ik denk, wat moet ik hier doen? Van een drukke winkel, in een winkel waar 2 mensen kwamen, misschien 1 per dag. Nou ja, toen ben ik, toch wel een beetje, ik zei, Jan, we moeten uitlopende pijpen, maar we hadden geen geld, we hadden niks. En op via, op conciliatie, van meneer Stoffels uit Rotterdam, met zijn uitlopende broeken, dat was toen in, kregen we 20 of 24 broeken op in conciliatie. En dan kwam je elke week kijken hoe we het verkochten. Maar een zaak overnemen, dat geeft natuurlijk altijd wel wat. Gaat niet altijd van een leien dakje. Was jij een stuwende kracht daarin? Ik denk het wel. Ik heb hem altijd gesteund in alle mogelijke manieren. Wat in mijn macht was voor de rest, ja. Moest hij doen. Klein, heel klein waren we. We hadden alleen de voorwinkel. En veel verhuur, gelegenheidskleding. En dat was het toen. Wat was leuk, iedereen trouwde hem in een jacket. Dus heel Beverwijk is in een jacket van Groots herenmode. Of toen de tijd Jan Groots mode begonnen. En er zal misschien nog 70% bij elkaar zijn. Want dat is tegenwoordig ook in. En tegenwoordig is dat allemaal over. Ieder trouwt op een hele andere manier. We verkopen nu gewoon hele leuke trouwkostuums. Ja, dus jij bent begonnen hier vanaf het moment dat jullie op de Alkmaarseweg zijn gekomen? Ja, vanaf het 1 juni. Ben ik op de Alkmaarseweg begonnen en dat is nu 50 jaar terug. En dat heb ik, En ik heb de zaak overgenomen 28 jaar geleden. En daar zijn we doorgegaan, mede met Ria als mijn linkerhand of rechterhand, hoe moet je het noemen. En Inel, die nou laatst met pensioen is. En meerdere die bij ons lang blijven werken, want we hebben altijd een enorme leuke groep mensen gehad. En dat is ook, denk ik, ons bestaansrecht geweest. Dat vaste klanten weten, als ik naar Grootsie ga, dan heb ik dezelfde verkopers, dezelfde verkopers. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, zekerheid. Ik weet het anders niet, want er zijn er veel gekomen en er zijn er heel veel gegaan. En wij zijn nog die bestaan, dus dat hebben we aan onze klanten te danken. En misschien een klein beetje aan onszelf ook. Ria, jij werkt hier al 28 jaar. Wat boeit jou zo in deze winkel? Wat mij boeit? Nou, het is geen dag hetzelfde. Elke dag is anders. Ontzettend veel leuke, gezellige klanten. Heel divers. Ja, en ik doe natuurlijk alles eigenlijk. Hè. Ik ben inkoop, verkoop. Ik ben hier eigenlijk de draaiende motor. Dus ik heb het gewoon onwijs naar mijn zin. En bemoeide je ook wel eens met de collectie die Jelle inkocht? Nee, heb ik me nooit mee bemoeid. Ik ben wel mee geweest, maar nooit mee geweest. Dat heb ik altijd overgelaten. Vroeger met Jan, maar later met Ria. Ze dachten wel eens dat Ria zijn vrouw was. Zo'n verhouding hadden ze. Mariette, hoe lang werk jij hier al? Ik werk hier nu ruim 2 jaar. Ik werk altijd op de woensdag. En vakantievervanging als een van de collega's met vakantie is. Wat vind jij zo leuk hier? Nou, uiteraard collega's, maar ook de vele vaste klanten. En dat je echt een klant kan helpen. Die komen echt om geholpen te worden. Dus dat vind ik heel erg leuk. Raymond, 4 maanden werk je hier nu. En hoe is je indruk? Ja, het is gewoon een fantastisch bedrijf. Leuke collega's. Enthousiaste klanten. Dus ik voel me eigenlijk helemaal thuis. Ja, moet ik zeggen. Het is gewoon heerlijk. Als je na 50 jaar met zoveel visie en zoveel plezier op kan zeggen. Dat we zo'n leuke zaak hebben, ja.